We staan bij de Huurlingse Damstraat in het volgende faseproject van de bouw op de Huurlingse Dam. Ik praat met Juriaan, uitvoerder weg- en waterbouw. Juriaan, hier is de Huurlingse Damstraat afgesloten. Waarom is dat precies? Wij zijn op dit moment bezig met de aanleg van een duiker voor de toekomstige waterhuishouding van de wijk. En dat betekent dat de oude duiker die erin zat niet meer toereikend was voor het watervolume wat er doorheen moet stromen. En daarom is de duiker vergroot en zijn wij daarmee bezig met de aanleg. Even over die duiker. Is er ook een toename van afvoer van water? Hier in de wijk wordt al het hemelwater bovengronds afgevoerd. Dus dat betekent dat het over de weg naar de sloten toe gaat. Dus niet meer de grond in. En door het aantal woningen wat gebouwd wordt, zal er een toename zijn van dakoppervlak en dus van hemelwater. Hoeveel woningen worden er eigenlijk hier gebouwd in fase 2b van de Huurlingse Dam? Op het moment zijn ze in fase 2a bezig met de eerste 88 woningen. En daar zullen in fase 2b eenzelfde aantal dan niet meer zullen daarbij komen. Dit gaat in fases en dat zal in de loop der jaren zal dat vorm krijgen. De wijk Huurlingse Dam heeft weinig ontsluitingswegen. Hoe komen bewoners nu dan de wijk in? In principe de bewoners die in fase 1 wonen kunnen gewoon de wijk in, wijk uit. Alleen de bewoners van de Huurlingse Dam zelf dienen de Huurlingse Dam te verlaten via de Graafseweg. En daar de wijk te verlaten en dan, laat maar zeggen, rond te rijden om zo op de Oosterweg te komen. Zit er in de plannen van de gemeente voorzieningen om die fietsers veiliger hier in de wijk, maar ook de wijk uit te laten komen? Wij zijn straks bezig met het woonrijpgedeelte. Dat betekent dat wij de bestrating aan gaan brengen. En dan zullen er door de wijk heen zullen ontsluitingen komen voor de fietsers om gebruik te gaan maken van de rotonde aan de Zuiderdreef Meerdreef. Wat eigenlijk, laat maar zeggen, de ontsluiting is van de wijk. En het dus niet de bedoeling is dat er wordt ontsloten via de Oosterweg. En daarom is dat natuurlijk ook een gevaarlijke oversteek. Tot wanneer duurt eigenlijk deze afsluiting? Zoals het er nu naar uitziet zal deze afsluiting eind volgende week gereed zijn. En dan gaat de weg weer open. Dan moeten wij nog wel een aantal werkzaamheden verrichten, maar die belemmeren het verkeer niet. Het enige wat nog in de toekomst moet gebeuren is dat hier nog een nieuwe deklaag van de asfalt wordt aangebracht op de Huurlingse Dam. En dan zal er nog een keer een afsluiting volgen.